Oké. Goedenavond allemaal, van harte welkom. Op bij Kruiskillen, van harte welkom. En laat je inspireren door het wonderbaarlijke boodschap die de Heer mij heeft gegeven vandaag. Weten jullie nog waar ik het over zal hebben? Vandaag. De verwachtingen voor 2015. Wat zijn jouw verwachtingen voor 2015? Heb je daar van de week over nagedacht? Ja, knikken een paar mensen, die knikken van yes. Wat is jouw verwachting, Arend? Dat we meer in de Heer mogen groeien. En vooral dat we ernst maken met onze reiniging en heiliging. Amen. Hans, wat zijn jouw verwachtingen voor dit jaar? Ja, dat is meer tot ze nabijheid naar mijn vader in het leven. Amen. Kijk, dan zie je allemaal mensen die een bepaalde doelstelling hun leven hebben. En ik denk, ik had vorig jaar had ik eigenlijk ook een bepaalde doelstelling in mijn leven. En als ik een beetje naga en ik ben een beetje eerlijk naar mezelf toe, heb ik niet voor 100% mijn doelstelling behaald. En hoe komt dat vaak? Hoe zal het komen dat je begint meestal het nieuwe jaar met allerlei voornemen? Stoppen met roken, afstanken. Begrijp je wat ik bedoel? Heb je dat ook? Wie had hier een voornemen dit jaar? Had je een voornemen? Ja? Stoppen met roken misschien? Had je dat? Nee, oké. Okay. Stoppen? Oké. Okay. Af te vallen. Oké, okay. Jij wil afvallen. Hoeveel kilo wil je afvallen? Heb je er al over nagedacht? Ja, ik in totaal 1,15 kilo. Hè? In totaal 1,15 kilo. 1,15 kilo? Ja. Dus dan moet je ongeveer gemiddeld, hoeveel kilo moet je per week, per maand afvallen? 2. Ietsje minder. 1,5 kilo. Nou, dat zeggen dat je dan per maand moet afvallen. En heb je ook een voornemen van het nieuwe jaar? Hè? Zoveel. Weet je kan ook te veel voornemen hebben. Je kan ook te veel doelstellingen in je leven hebben, waardoor je het niet gaat behalen. Dat hebben we ook, hè, mee te maken. En de ene die wil bijvoorbeeld een betere baan. De ander die wil een bepaalde betere huis misschien. Of een goede relatie. We hebben allemaal wel wensen in ons hart om iets te willen. Kijk, de Bijbel die zegt, maak uw wensen bekend bij God. Halleluja. Mogen onze wensen bij hem bekendmaken, dat is Filippenzen. Maak al uw wensen bij hem bekend. En dan gaat God, die gaat er deel van worden. Want als je je wens niet uitspreekt, dan zal God er ook geen deel van worden. Dus ten eerste moeten wij God vragen, Heer, ik wil misschien stoppen met roken, of Heer, ik wil misschien een beetje magerder worden. Nou, dat is natuurlijk een mooi voornemen. Ik had het vorig jaar ook, dat voornemen om naar de sportschool te gaan. Nou, ik heb het wel een aantal maanden volgehouden. En uiteraard, ik ben die ene kilo die ik kwijt wil raken het afgelopen jaar, ben ik wel kwijtgeraakt. Ja, ik wou wel meer kilo's, maar dat is me niet gelukt. Maar bij de meeste mensen, die beginnen heel enthousiast, beginnen ze ergens mee. Ken je dat bij jezelf? Ja, hè? Vol enthousiasme. Ja, je lacht er wel, hè? Ja, ken je het bij jezelf? Ja, en ik hou het vol! Ik zal stoppen met roken! Als een boerin met kiespijn. En dan 21 dagen later... Niet meer. 21 dagen later, dan stop je ermee met het stoppen. Ja, dan stop je ermee met het stoppen. Dan zie je niet meer zitten. Ja, dan heb je zoiets van, jongens, het lukt me toch niet. Dat heeft te maken met je karakter. Allemaal te maken met ons karakter. Kijk, als jij een bepaalde droom in je leven hebt, ga die droom dan
proberen te visualiseren. Ze gaat er dus over nadenken. He, begrijp je wat ik bedoel? Ik heb ook bepaalde dromen in mijn leven die ik graag wil zien dat het gaat, uitkomen. Heb ik daar vandaag aan de dag, heb ik daar iets dat het lukt? Kijk, je kan ook een beetje te mooie droom hebben, hè? Een sweet dream noem je dat dan? Ja. Dan droom je en dan zeg je, ah, blijf maar lekker dromen. Fantasie. Kijk, je moet kijken als je droom realistisch kan zijn of niet realistisch. Ja? Kijk, Deborah, die heeft dat ze zegt op dat moment van, hé jongens, ik wil 15 kilo wil ik afvallen. Nou, ik wil jou daarbij helpen gaan. Ik wil jou trainen. Elke dag ga je achter mijn auto aanrennen. Ja. En je bent zo die kilo's kwijt. Ja? Dat is niet zo moeilijk. Maar je moet wel durven. Hè? Zijn je voornemens belangrijk of zijn ze niet belangrijk? Hè? Dat is heel belangrijk. Zijn je voornemens echt voornemens? Of zeg je na een tijdje... Ja, ah broeder, ja, het was al een voornemen, maar het was te hoog gegrepen. Je kan heel snel kunnen wij afvallen van onze principe. Kijk, een kerk zonder missie en visie is geen kerk. We hebben allemaal, zijn we missionaris met een visie. En als je dat in je leven niet hebt... Dan gaat jouw boot langzamerhand ter plette varen tegen die rotsen aan. Want dan ben je eigenlijk een boot zonder anker. Eigenlijk kun je zeggen, je bent een persoon zonder ruggengraat. Dus je moet gaan kijken, bedenken van, hey, wil ik werkelijk die verstandeloze zijn? Of ben ik die persoon die verstand heeft? Hè? Als ik kijk naar Spreuken 11, vers 12. En dan staat daar veracht, ja, je naaste verachten is verstandeloosheid. Maar voor jezelf, jezelf verachten is ook verstandeloosheid. Eigenlijk een afspraak maken met jezelf en het niet nakomen. Ja. Dus dan is het de conclusie. Dan moet je eigenlijk af en toe een afspraak gaan maken met iemand anders. Dan zegt Doortje bijvoorbeeld van nou, Hans, ik wil zoveel kilo puin uit mijn huis ruimen. Nou, dan gaan we dat opwegen als puin. En dan gaan we kijken als het lukt, hè. Weet je, jouw gedrag bepaalt ertoe als de dingen gaan veranderen of niet gaan veranderen. Weet je dat? Weet je, we hebben allemaal een beetje een soort automatische piloot. Ja. Hoeveel procent denk jij van jouw gedrag wordt automatisch bepaald? Hoeveel procent denk je? Nou, Doortje, jij weet nog wel vrij veel. Hoeveel procent is automatisch gedrag? Ongeveer. Plus minus. 50-50. Nee, 50% niet. 100%? 95% is automatische piloot. Dus je hebt maar 5% om dingen in je leven te willen veranderen. Wow. Ja. We doen heel veel op het automatisme. Dit maar zijn je ontbijt. Dat doe je automatisch. S'nachts als ik, dan ga ik automatisch ga ik uit mijn bed. Dan gaat automatisch mijn hand in die koektrommel. En dan gaat die automatisch naar mijn mond toe. En dan vreet ik zo een paar koeken leeg. Dat is automatisme. Ja, en dan heeft het over muizen. Ja, maar je kleed je automatisch eigenlijk. He, ga maar eens naar, s'morgens. En dan weet ik precies, oh, er komt Hans aan. Hij gaat nu zijn computer openen, hij gaat zitten,
Nou, dan open ik mijn mail, heb ik een dagelijks woord, ga ik lezen, ga ik kijken nog weer andere dingen, even op Facebook, wat er allemaal is gebeurd. Nou, dan later, dan ga ik als Snoekie de Leeuw even onder de douche door. Dan zit mijn kapsel ook weer in de juiste proportie. En al die dingen meer, dat is allemaal automatisme wat we heel veel in ons dagelijks leven hebben. Zeg ja, dat klopt, dat is ook zo. Kijk maar eens als je met je auto rijdt. Kijk maar eens met je auto, je rijdt. He, en dan ben je bijvoorbeeld, dan rij je naar Zwolle. En dan in één keer, ik heb wel eens gehad, dan moest ik Dortje naar huis brengen. Nou, wat gebeurde? Je rijdt helemaal naar Meppel. Ik miste de afslag! Automatisme! Het gaat automatisch, want mijn automatische piloot is ingesteld op Meppel. En niet op knakworst. Het is een schakelbak. Begrijp je wat ik bedoel? Dus automatisch is het vaak het probleem dat we in die automatisme blijven steken. Maar die automatisme is vaak een vijand van jou. Automatisme is vaak iets dat tegen jou zegt, vertrouw maar gewoon op mij, want je doet het al jaren op deze manier. Waarom zou je willen veranderen? Dus, conclusie is, dat verandering in je leven kost je heel veel grijze haren. Het kost je heel veel inzetting en inspanning om je dingen te willen veranderen. Dus is het ook logisch dat er na een paar dagen of na een paar weken dat de dingen in jouw leven niet zo veranderen als dat je het eigenlijk had gewild. En dan ben je eigenlijk 31 december is het dan weer. En dan kijk je terug op het hele jaar. En dan denk je, ik heb een hele jaar, heb ik het eigenlijk verpest. Ik wou die dingen wel weer doen. En ik heb ze maar niet gedaan. En dan word je eigenlijk een beetje boos op jezelf. Klopt dat? Ik heb het wel. Denk ik eigenlijk een jaar weer verprutst. Jammer. Er waren zoveel mogelijkheden in mijn jaar. Die God mij had gegeven. Een jaar van voorspoed. Een jaar om uit te kunnen stappen. En ik heb het helemaal laten liggen. Ja, herken je dat bij jezelf, dat je misschien... Kijk, ik had eens een keer iemand, en daar had ik het over een boek schrijven. Ja, zegt hij, ik wil heel lang al een boek schrijven. Hij heeft het nog niet gedaan, hij is er nog niet mee bezig geweest. Hij zit ondertussen, hè, ik heb daar die seminar gegeven, een halve dag, over hoe we dingen kunnen veranderen. Ik heb ze allerlei dingen op papier laten schrijven. Het was jammer van het papier en van die pen. Dat heeft er niks mee gedaan. Weten jullie wel de definitie tussen gratis en voor niets? Jij mag het niet zeggen, want jij weet het. Maar Arend, weet jij de definitie tussen gratis en voor niets? Gratis en voor niets. Ja. Er zit weinig tussen. Nou, nee, jawel hoor, jawel hoor. Toch hoor? Ja, heel veel. Heel veel zit er tussen. Ja, precies. Tussen, hè? Tussen gratis en voor niets, maar voor niets had hij er ook voor niks. Hij heeft ook gratis. Nee. Niet helemaal. Dat had die vriend van mij ook. Hij heeft de hele tijd op school het helemaal voor niets gedaan. En ik mocht het gratis studeren. Hij heeft het gewoon voor niets gedaan. Hij heeft er niks aan opgestoken. En dat is vaak ook in ons dagelijks leven, dat we heel veel dingen eigenlijk aan het land ervan te zijn. Dat we het niet doen. Dan word je niet boos van op jezelf, hè? Je mag jezelf niet gaan slaan. Af en toe misschien, maar een klein beetje. Als je hulp nodig hebt. Maar af en toe mag je jezelf wel eens even een keer een hele kleine setje gaan geven. En eigenlijk een klein trapje. Ja, een klein setje om te zeggen, kom op Hans, ga ervoor. Ga ervoor. Ga dingen veranderen. En
stop ermee. Ik stop bijvoorbeeld met het roken. Ja, ik wil minder stress in mijn leven. Er zijn heel veel mensen die vandaag aan de dag minder stress willen in hun leven. Maar ze rennen naar de dokter voor de stresspullen. Ze willen ze minder stress. Kom in die ruimte van God. Kom in zijn vertegenwoordigheid. Zorg ervoor dat je dichter bij God gaat komen. En alle stress gaat van je afwijken. Want gooi alle bekommernissen op hem en hij zal u kracht geven. Ja? Als je weet dat jouw bekommernissen bij God in zijn hand liggen, dan hoef jij je geen zorgen meer te maken. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Elke dag is zijn eigen zorgen. Ja, de mussen. Zo'n klein vogeltje. Maak je ook geen zorgen? Nee, maak je geen zorgen. Over de dag van morgen. Nee, die kijkt wat op de grond ligt. De vogel des hemels, ze zaaien niet, ze maaien niet. En wat doen ze nog meer niet? Snurken. Snurken. Wat nuttig. En ze proppen niks in hun voorraad schuren. Ze hebben niet eens een schuurtje of een autootje met een aanhangertje. Ik heb nog nooit een mus gedreven daarmee. Nee. Maar ze krijgen gewoon, ze ontvangen. Zo mogen wij ook een easy leven gaan leiden. Gewoon ontvangen van de hemelse Vader. Mogen weten van nee, het gaat veranderen in mijn leven. Kijk, je hebt ook mensen die hebben een koelkast of een vriezer. Een koelkast is heel belangrijk. Een koelkast is om dingen houdbaar te houden. En in de vriezer kun je het heel lang bewaren. Dan zegt ze, oh ja, bedoel de blauw, ik heb een heel goed plan. Heel goed. Ja, die plan die ligt nu op dit ogenblik in de vriezer. Ja, het blijft heel lang goed. Al wat in het vat zit, verzuurt niet. Maar er zijn heel veel mensen geweest. Die hadden plannen om de wereld te gaan veranderen. Er zijn heel veel mensen geweest. Er waren wereldveranderaars. Sommigen wel en sommigen niet. Weet je waar de rijkste plek is? Waar de meeste dingen liggen? Heel veel goede ideeën. Weet je waar? In de kerkhof. Op het kerkhof. Op het kerkhof liggen heel veel mensen die hadden allemaal een plan. En ze hadden allemaal een droom. Maar uiteindelijk zijn ze met de droom en met een plan zijn ze de grond ingegaan. En er is niks vanuit hun gekomen. Dus jouw gedrag bepaalt ertoe, vandaag, wat wil ik veranderen in mijn leven? Je moet je doelen en acties moet je gaan borgen. Nou weet je dat het belangrijk is om iets te gaan borgen. We hadden het 3 weken geleden moest ik iemand meehelpen om een beetje te verhuizen. En hij had een caravan. Nou, een caravan, als je die achter de auto hangt, dan moet je wel goed gaan borgen. Hè? Want als je niet goed gaat borgen, dan heb je een probleem. Dus de auto reed daar en daar stond de caravan. Omdat hij die caravan had hij niet goed gekoppeld, hij had hem niet goed vastgezet. Zo moeten, als we een plan in ons leven maken, dan moeten we een solide plan gaan maken. En als je een solide plan gaat maken, dan zal je gaan zien dat er dingen gaan veranderen in je leven. Dus eigenlijk heb je die stok achter die deur nodig. Dus eigenlijk wil ik het anders zeggen, wil je dingen in je leven veranderen, dan heb je een coach nodig. Nou, Obama is zo'n wijs man dat hij ongeveer 5 coaches heeft. 5 coachen. Coachen van wereldkaliberen. Mensen die hem gaan helpen om hem aan zijn plan te blijven herinneren. Zeg tegen hem, Barack Obama, luister, dat is jouw plan. Daar moet je langs. Als je gaat kijken in het dagelijks, in het zakenwereld,
Dan heeft deze zakenman, hij heeft zijn plan heeft hij uitgestippeld, zijn weg. Om een bepaald doel te gaan behalen. En of moet hij daar 20 concurrenten voor omleggen, dan doet hij dat. Maar hij zal zijn plan gaan behalen. Waarom? Omdat deze mannen, die hebben eigenlijk geen geest van lafhartigheid. Maar een geest van kracht, alleen ze verbruiken het vaak verkeerd. Maar als jij het gaat gebruiken, dan moet je eens gaan kijken wat er gaat gebeuren. Ja, maak een actieplan voor jezelf om te gaan realiseren van wil ik dit jaar, hoeveel mensen wil ik tot Jezus brengen? Is het 1? 100. Of zijn het 100? Of is het misschien 100.000? 100.000. Dan moet je op een gegeven moment gaan kijken van hoe ga ik dat doen? Kan heel simpel. Heel simpel. Je zet 200.000 op één plein neer. Met allemaal een bom aan de lijf. En je zegt als jullie op een gegeven moment exploderen. Je hebt het keuze hemel of hel. Nou, dan ga je wel 100.000, 50-50. Nee, maar oké. Okay. In deze tijd kunnen mensen de keuze maken. Jij mag een keuze maken om dingen te willen veranderen in je leven. He, sommige mensen die willen de tijd ervoor nemen. Zeggen ja, maar luister, broeder, dat gaat mij te snel. Dat gaat mij te snel. Lukt me niet. Heb je mogelijkheid. Blijf jezelf steeds motiveren. En beloon jezelf. Nou, van de week. Ik was bezig met die laminaatvloer. En de laatste plank, ik kreeg er bijna niet meer voor elkaar om omhoog te komen. En toen stond Erna, die stond achter mij. En die pakte mij bij de zij en hielp mij overeind en zegt, kom op, het is de laatste plank. Ga door! Maar er zijn heel veel mensen die bij die laatste plank gestopt zijn. Als Noach bij die laatste plank gestopt was, dan was de ark naar de kelder gegaan. Want dan was hij volgelopen met water. We moeten niet stoppen bij die laatste plank. Maar dan moeten we juist doorgaan. We moeten het serieus nemen in ons leven. Van stoppen we of gaan we door? Wat is jouw doel? Wil jij jezelf belonen? Ik heb mezelf beloond. Beloon mij regelmatig zelf. Aan je vrouw die zegt, ja, al die koekjes die uit de kast zijn. Aan je man. Aan je man. Maar weet je, je moet ook eens een keer iets doen waar je geen zin in hebt. Nou, wat vind je vervelend om te doen? Afwassen? Hans, wat vind je vervelend om te doen? Afwassen? Ja, een beetje wel. Weet je wel. Oké, okay, Annie, spaart afwas voor de mok. Juist iets te doen waar je geen zin in hebt. Ken je dat voor jezelf? Iets te doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Hey, ik heb ook wel eens even geen zin om eigenlijk af te wassen. Of brood op te halen. Of iets anders te doen. Dan denk ik ook wel eens aan een gatverdamme. Zo, mijn jongen, maar weer. Kom op, Hans, er tegenaan. Geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht. Amen. Ik heb ook wel eens een keer geen zin om naar de kerk te gaan. Afgelopen dinsdag. Ja. Afgelopen dinsdag zei tegen haar, nou, want ik zag er eigenlijk tegenaan op die voetweg. Ik zei, nou, misschien zullen we de Bijbelstudie laten cancelen. Dat ik even vanavond al bezig kan gaan om alle meubels even opzij te zetten. En Erna die zegt, je gaat ervoor. Ja, dus jullie maken hetzelfde mee als waar ik ook doorheen ga. Jullie hebben ook wel eens een keer een moment dat je zegt van, nee, lieve niet. Ga ervoor. Ja, neem eens een keer. Kijk, God die wil jou een nieuw gewaad geven. Een nieuwe outfit. Dat deed hij ook bij Joshua. Die stond voor een van de zeren, Zacharia. En God die zegt, een nieuw begin voor jou, Joshua. Trek hem de oude kleding uit. Doe nieuwe kleding aan. Zo mag jij ook uitstappen in een vernieuwing en in een verfrissing om te zeggen, vandaag is
is het mijn dag. En ik ga het anders doen. Andersom dag. Helemaal totaal anders, want ik heb Jezus leren kennen. Zal de wereld ook naar me lachen? Zal de wereld ook proberen vrienden met mij te zijn? Nee. Nee. En Daniel, die had het ook zoiets van, nee, ik ga, of kom ik om, dan kom ik maar om. Maar ik laat me niet leiden door de wereld. Ik laat me niet leiden door welke situatie ook. Ik laat me niet leiden door angst. Maar ik laat me leiden door Jezus, zijn liefde. En als jij je laat leiden door de liefde van Jezus, dan word jij zichtbaar, wordt het zichtbaar in je leven. En sommige mensen zeggen tegen jou van, hey Hans, wauw, hoe kan het dat jij altijd zo blij bent, dat je snor altijd zo mooi zit. Dan zeg je, Jezus. En dan zegt ze, oh, hij is een beetje pokoloko. Maar laat je maar pokoloko zijn voor Jezus. Er is niks mis mee. Halleluja. Misschien wil je nog een boek schrijven dit jaar. Pokoloko. Ja, misschien heb je wel ideeën. Of misschien wil je nog mijn dingen maken. Een paar gaatjes erin boren, een plaatje erop. Maar het klinkt als werk. Ja? Je hebt ook heel veel mensen die zeggen, ik wil wel veranderen, maar ik weet niet hoe. Wie is dat? Je mag naar de zee, soms ik mag. Ja, ik ben af en toe Mr. Boon, hè. Ja, ik mag geen Mr. Bean eten, maar Mr. Boon wel. Nou, dat is patent. Maar als je wil veranderen, dan heb ik eenvoudige tips voor jou. Misschien wil je wel een betere droombaan in je leven. Misschien moet je wel dingen loslaten in je leven. Meer tijd om gelukkig te zijn. Weet je, de wereld die zoekt naar geluk. En dan denken ze dat te vinden in 30 miljoen euro's. De Bijbel zegt, je kan de hele wereld bezitten. Maar schade leiden aan je ziel. Als je kijkt naar Society Nederland. Die mensen die hebben zoveel geld, zoveel boten, zoveel bezeten ze. Maar daar zit geluk niet in. Geluk zit niet in jouw dure BMW niet. Geluk zit niet in jouw bungalow. Geluk zit niet in je zwembad. Maak je eerder ongelukkig. Je moet hem elke keer schoonmaken. Wat is dat in het programma? Kijk, hè, dat is het geluk niet. Wij zijn geboren voor een heel ander doel als voor die Mercedes of voor die villa. Je bent geboren voor een veel grotere doel. Wat zal jouw doel hier op aarde zijn? Nou, waarom schiep God de hemel? Waarom schiep hij de aarde? Waarom schiep hij de aarde? Voor jou. Juist. En voor mij. Voor jou. Specifiek omdat je gelukkig bent. En om hem te reizen. Gewoon te kunnen leven in de vrijheid. Maar soms kan het zijn dat we niet lijken te bereiken de dingen die je wil bereiken. Heb je soms. Soms kan het moeilijk zijn om dingen te willen bereiken. Soms kun je ook een te hoog doel in je leven hebben. Ja, kan. Een beetje te veel prioriteiten. Dan zou ik zeggen, ligt dat een beetje, gaat het een beetje bijstellen. Kijk, er zijn sommige mensen die vragen aan mij, hoe hoog leg jij de lat? Heel hoog. Tot nee, ik leg de lat voor mij neer. En dan schuif ik hem af en toe wel een beetje vooruit. Dan hoef ik mij niet, op mijn tenen te staan. Dan krijg ik geen kramp in mijn leven. Ja, halleluja. Wat is de reden dat je bijvoorbeeld niet zal veranderen? Wat zou het kunnen zijn?
Je zou bijvoorbeeld graag willen afvallen, maar je vindt eten gewoon te lekker. Kan dat? Misschien heb je wel problemen met spinach, dat je die te lekker vindt. Breng ze dan maar erbij. Ja, dat zeg je maar ook. Je pikken te veel. Maar dan hoef je in zo'n geval bijna niks te doen. Je hebt van die mensen ook, die pieken er veel. Ja, ik denk erover na. Ah, ja. Ja, ik moet er nog een keer over nadenken, broeder, als het wel echt van de Heer is, zo. Nou, ja, ik heb nog geen stem van de Heer gehoord, maar ik denk... Weet je, je mag de voor- en de nadelen in je leven mag je optellen. Het nadeel om niet te gehoorzaam zijn aan God. Of het voordeel om gehoorzaam te zijn aan God en te gaan komen in zijn bestemming. Je kunt vrolijk zijn. Amen. Ja, nou en dan. Kijk, als je in bed gaat liggen, je piekert. Nou, er zijn heel veel mensen hoor, die gaan schaapjes tillen. Nou, denk eens een keer aan de herder in plaats van aan de schapen. Herdertjes tillen. Ja, die ligt te slapen. Ja? Nee, met de herder praten. Gaan ze met de herder praten, juist. Ja, dat is gewoon veel beter. Ja, dan zou je gaan kijken van hé, er komt plezier, er komt zelfvertrouwen, ontspanning in harmonie en balans in mijn leven. Dat is gewoon belangrijk. Als ik kijk naar mijn eigen leven, het was jaren geleden, 15 jaar geleden was het ongelooflijk in onbalans. Maar God die gaf mij een balans in mijn leven. En dan denk ik aan het scheepje op het meer. Hij kan eens een keer in turbulentie gaan, maar als Jezus bij jou in de boot is, dan word je niet in de boot genomen. Nee. Dan zit je gewoon. Dan zit je goed in de boot. Halleluja. Kijk, die discipels die waren bang dat ze in de boot genomen werden. Dan hadden ze wel. Maar Jezus, die zei, wees niet bang. Want ik ben bij jou. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Dan zal je gaan zien dat er ontspanning gaat komen. Verandering kost moeite. Maar kijk eens wat je ervoor terugkrijgt. Kijk eens, nou, als je je droom zal denken. Nou, ik denk, ik heb wel eens gezegd, vader, 20 miljoen zielen voor u. Wauw. 20 miljoen zielen. Dat is niet niks. Nou, dan zullen daar genezingen plaats van gaan vinden. Bevrijdingen plaats van gaan vinden. Herstel gaan plaatsvinden. Kost dat iets? Het kost alles van je eigen leven. Want je moet alles afleggen. Ja? Is dat makkelijk? Nee. Je eigen ik afleggen. Dat heeft er eigenlijk mee te maken. Ja, een verandering in je denken. Versterk je geloof. Als je kijkt welke religie ook, hè, en ook welke vorm je ook komt van jezelf bijvoorbeeld gaan trainen, dan zal je kijken, dat zal de Bhagwan die zal zeggen, versterk je geloof. Hare Krishna die zal zeggen, versterk je geloof. Laat de Pali Buddha die zal zeggen, versterk je geloof. En dan nog een paar Chinese wijsheden, zoals Boeddha, die ook zal ik zeggen, versterk je geloof. Maar ze hebben één ding hebben ze niet doorgehad in hun leven. Het geloof heeft een anker nodig. En die anker, dat vind jij weer in heel Hebreeën 6 vers 13, dat hij zegt, het geloof is dan de anker voor het ziel. En wat voor geloof heb je dan? Heb je geloof in een knakworst? Nou, die knakworst zou je dan niet kunnen helpen. Als je gelooft in de Hare Krishna zou je niet kunnen helpen. Maar als je geloofd hebt in Jezus Christus, dan zal je gaan zien dat er een heel ander iets in je leven gaat gebeuren. Dan zal je gaan zien dat Hij van binnenuit jou gaat veranderen. En het zal een kracht van God zijn.
Het is niet zomaar een kracht. De Bijbel zegt het is een kracht Gods. Tot behoud. Halleluja. Dus wordt er eigenlijk iets in mij gegoten. Wat een verandering in mij gaat bewerken. En dat is de Heilige Geest. Die mij kan activeren. Om mijn geloof te gaan versterken. Die zal mijn vertrouwen zal ik gaan krijgen. Omdat ik de vertrouwen van God in mijn leven ga krijgen. Halleluja. Dan ga je het heel anders ga je bekijken in je dagelijks leven. Dan zal je een heel andere uitdrukking gaan krijgen. Dan zal je geluk gaan krijgen. Dan zal je een positief resultaat gaan bereiken. Wat je vroeger niet kon bereiken. Dat bereik je dan op dat moment wel. Als je kijkt ook van heel veel van die New Age juppies. Ja. Die dan op dat moment zeggen, ik heb het daarin gezocht, ik heb het daarin gezocht, ik heb het daarin gezocht. Maar ik heb het nooit kunnen vinden. En toen kwam Jezus in mijn leven. Toen gebeurde er iets. Toen kwam er iets in mij. Iets in mij wonen, die een verandering teweeg stelt. En dat is het ook. Ja, amen. Ik ga verder met jullie. Wil je je zelfvertrouwen vergroten? Wil je dat? Kijk, mijn schoonzuster Ina, die zegt wel eens tegen mij, Hans ziet nooit geen peren op zijn weg. Ik heb het al vaak gezegd. Ik wil ook geen beer op mijn weg zien. Nee. Want als ik een beer zie, ik ga hem verscheuren. Dan weet die beer, dus hij gaat er snel van komen. Maar dat komt omdat ik een rotsvast vertrouwen heb gekregen in Jezus. Daardoor is mijn zelfvertrouwen, ik kan het wel anders zeggen, het vertrouwen in hem is gegroeid, waardoor het vertrouwen in mij is toegenomen. En dan is het niet meer het zelfvertrouwen, maar het is het vertrouwen op de hemelse Vader, dat hij het zal wel maken in mij. En dan zal je gaan zien dat de dingen gaan veranderen. Dan zal je gaan zien dat je overwinning gaat krijgen. Dan zal je gaan zien dat je jezelf zou kunnen trainen. En dat je zegt, Hans, luister eens even. Kom maar eens even bij, jongen. Ja, kijk maar eens even naar jezelf, even naar die spiegel. Je hebt geen geest van lafhartigheid, maar de geest van kracht. Dus ik wijs je er even op. En in Jezus' naam, je zal gehoorzaam zijn. Nou, je mag jezelf wel eens even bij de kladden pakken, hoor. Wel even zo. Ja. Maar je moet jezelf bij de kladden pakken. Want als je dat niet gaat doen, dan zal je als het kind blijven. Eén Korintië 13 zegt, toen ik een kind was, toen dacht ik als een kind. Maar nu dat ik volwassen ben geworden, halleluja. Dus als dan iemand naar me toe komt en zegt, Pastor Hans, luister eens even. Oh, daar en daar heb ik moeite mee. Dan zeg ik tegen jou, word volwassen. Als jouw computer jou zal leiden tot terrorisme, pak je computer op en gooi hem uit het raam. Als jouw computer jou leidt op slechte wegen, gooi hem uit het raam. Als jouw hele visie jou verleidt tot de hel, pak hem op en gooi hem uit het raam. Als jouw geld jou zal verleiden om drugs of drank te kopen, pak je geld op, gooi het uit het raam. En dan hoop ik dat dat die server loopt. Die zegt, hé, ik koop daar een pizza voor. Dan doe je tenminste goed werk. Halleluja. Dan kan je jezelf, kan jij ontwikkelen. Maar het is, wat doe je ermee? Heb je body in je leven? Heb je karakter? Wat zeg je? Ja, wat past dat? Het is zo zwaar. Ik weet niet waar ik doorheen ga. Ja, nee, dat is ook gewoon echt zo, hoor.
gewoon maar twee kijkers zijn met allebei de schuld. Ja. Dus Jezus die zei, God zei tegen Adam, Adam, luister eens even. Zijn niet de eenwaterlijk? Ja, maar die vrouw die je mij hebt gegeven. Nou, dank God voor je vrouw. Het heeft jou een rib gekost. Ja. Nou, en als je echt van haar houdt, kost het meer dan de ribben. Ja, maar begrijp je wat ik bedoel? Ontwikkel je visie. Zo belangrijk. Waar wil je naartoe? Jouw leven. He, hoe wil jij dingen, wil je veranderen? He, kijk, mijn visie is natuurlijk niet alleen mensen te brengen tot Jezus, maar mijn visie is ook gewonde mensen die verwond zijn door het dagelijks leven, om die naar het hart van God te brengen. Mensen die overweldigd zijn door de duivel, die naar God te brengen. En te zeggen, luister, je kan een heel ander leven krijgen. Mits jij je leven wil geven aan Jezus. Daar begint het mee. Dat is de start. Om een nieuw leven te krijgen. Verandering te krijgen. Er zijn mensen die willen alles gelijk in één keer. Die zeggen, oh geef mij maar gelijk de hele sodomieke bak, de hele pakket. In één keer. Ja, ik wil veranderen. Dit. Dan gaat het niet lukken. Gewoon één ding, één doel in je leven hebben. En werk daar naartoe. Dus als ik één doel heb in mijn leven. Om bijvoorbeeld 20 miljoen zielen te winnen voor Jezus. Dan houd ik mij aan dat ene doel. Hou je bij dat ene doel. Dan komt de duivel op. Ja, maar luister eens even. Als je dat erbij gaat doen, of dat erbij gaat doen, of dat erbij gaat doen. Er zijn heel veel organisaties geweest, hadden een heel goed doel. En er was eigenlijk Jezus dienen. En ik kwam er iemand, ja, we moeten daar nog eens een keer een winkel bij aan gaan doen. Want dan kunnen wij dit gaan doen en dat gaan doen voor de kerk en dat en dat. Dan werd de kerk werd op een gegeven moment eigenlijk de doelstelling werd uit het oog verloren. Waardoor er heel veel andere dingen gingen gebeuren. Dat moeten we niet willen in ons leven. We moeten blijven bij het ene doel. Ja? Amen. Welk droom heb jij in je leven? Welk droom? Sluit eens voor jezelf je ogen. Voor jezelf. En dan vraag ik jou om één droom. Eén droom wat je hebt. Wat je wil veranderen. Om dat even voor ogen te houden. Eén droom. Heb je hem vast? Allemaal? Ik wel. En sta je voor die ene droom. Die 20 miljoen zielen voor mij bijvoorbeeld. Wat moet ik daarvoor gaan doen? En ben je bereid om dat op te gaan pakken en daarmee aan de slag te gaan? Ben je dat? Of ga je twijfelen? Als je gaat twijfelen, dan zal je zijn als het zand ter zee. Het spoelt aan en het gaat weer weg. En dat is een golf. Het heeft geen enkele houvast. Maar wil je verandering in je leven? Dan kost het jou wat. Het kost jou elke dag weer die inzetting. Bekijk je overtuigingen. Martin Luther King. Je had één uitspraak. I have a dream. I have a dream. En dit werd wereldwijd werd bekend. Weet jullie wat de droom was van Martin Luther King? Wat was het? Why the black people can do the same thing together. Juist. Om de rassendiscriminatie te stoppen in de naam van Jezus. En is het hem gelukt? Is het Martin Luther King gelukt? Grotendeels wel. Ja. Grote gedeelte wel. Hij heeft heel veel kunnen hervormen in zijn leven. En dat is één persoon die een droom had. Als ik kijk naar Jozef. Één persoon die een droom had. Wilden wij onze dromen gaan verwezenlijken?
Of zeggen wij, nou, mijn troon blijft maar een troon. Als jij je gedachten laat gaan over je relaties, over je geld en over je geluk en over je succes, wat je allemaal mee hebt gemaakt in je leven, als ik daar naar kijk, ik kom officieel uit een miljonairsfamilie. Ja, groot huis, prachtig. Mooie bungalow. Hé, hey, goedemorgen burgemeester, want we wonen naast hem. Hé, hoe is het met jouw zwembad? Ja, mijn zwembad is vies, ik moet stofzuigen. Nou, dan krijg je in plaats van zulke kleine gehaktballetjes, krijg je zulke gehaktballen op plaats. Zo. Om misselijk van te worden. Je rijdt in een Mercedes, je hebt een stel gouden ringen om je handen heen en een paar kettingen. En dan denken wij op dat moment dat dat geluk is. Nee, totaal niet. Ik denk, als je aan het einde van je leven bent, dat je kan zeggen op dat moment, ik heb mijn dromen kunnen visualiseren. Ik heb mijn droom en mijn overtuigingen hebben kunnen doen. Ja? Wat ook vaak gebeurt, is overwin je angst. De angst onder ogen durft te komen. En te durven zeggen, wat ben ik bang? Ik ben niet bang. Want God heeft mij geen geest gegeven van lafhartigheid, maar een geest van kracht en bezonnenheid. Om grote dingen Gods te kunnen doen. Ja, amen. Amen. Als je dat weet, dan durf je elke angst onder ogen te komen. En dan ben je geen mislukkeling. We zijn geen mislukkelingen. Nee, precies niet. Kijk, het mooie is, je gaat beginnen. Wat pastor Richard een aantal weken geleden zei. Je begint misschien met de kerk. Nou. Het kan zijn dat het je bediening niet is. Het kan zijn dat je met mensen gaat bidden. En dat die mensen niet genezen. Maar dan kan het wel zijn dat je misschien gaat evangeliseren. Dat wel mensen tot in Jezus gaan komen. Begrijp je wat ik bedoel? En de een is geroepen voor het ene taak. En de andere voor het andere taak. En zijn we daardoor minder? Ik denk als Jezus die vergelijkt... Eigenlijk de body of Christ als een lichaam. Maar die pink heeft die voet nodig. Juist, naar mijn handen. Allemaal leden. One body. De body is Jesus. Dat is het lichaam. Jezus. Met heel veel onderdelen. Hi. Onderdeel van liefde. Ja, onderdeel van liefde. Ja. Onderdeel van glimlach. Kijk, en als je dat gaat zien, dan gaan er hele andere dingen werken. Kijk, we hebben daar schoenen neergezet. Nou, schoenen is heel erg belangrijk. Want Jezus die zegt in zijn woord, ik leer jou lopen. Dus ik leer jou stappen te maken in je leven. En welke stap je maakt, je doet het met hem samen. En dan zal je gaan zien dat er dingen gaan over, dat je overwinning gaat krijgen over je angst. En dat angst niet langer jouw vriendje of vriendinnetje is. Ervaringen zonder risico zijn geen winst. Als je kijkt naar deze wereld, ze nemen heel veel risico's. Want ze zeggen op dat moment eigenlijk gewoon, kom ik om, dan kom ik maar om. Kom ik om, dan kom ik maar om. Ja. Begrijp wat ik bedoel? Maar met God zullen we nooit omkomen. God laat jou niet omkomen. Kijk, als ik kijk naar regiopastor, jaren geleden, we hadden een enorme rekening die betaald moest worden. En ik dacht, van nou is het een faillissement van regio-pastor.
zag toch voor mij. Dikke kop in de krant. Ja, dat mensen die smullen daarvan. Maar dat gebeurde niet. Er was één broeder in de Heer die zei tegen mij: geef mij die rekening maar en ik betaal. Nou, dat was mooi. Dat was de Heer. En met God zullen wij altijd succes in ons leven hebben. Ja, als we maar natuurlijk goed nadenken wat we doen. Angst overwin je stap voor stap. Stap bij stap. Ja? Verandering doe je ook stap voor stap. Als je gaat kijken naar een jongleur in het ziekenhuis. Die zal ook niet gelijk de eerste dag heel mooi over die kabel kunnen lopen, niet. Die zal het niet kunnen. Was het maar zo. Ik denk de eerste dag zal hij 2-3 stappen op die draad doen en dan ligt hij onderaan aan de net. Maar dat is ook bij God zo. God die zegt tegen jou, stap maar, doe, ga maar eruit. Doe maar, probeer het maar. En als het misgaat, ik van jou op. Want God laat jou niet vallen. Hij zegt op een gegeven moment, doe het maar gewoon op jouw tijd. Als je een muzikant bent. Nou, ik heb geprobeerd vroeger trompet te spelen. Ik zei wel, ik heb het geprobeerd. Het was mijn gave niet. Er kwamen verschrikkelijke geluiden uit de trompet. En op dat moment denk ik van, weet je wat, ik leg maar weer opzij. Oefening. Ja. Maar oefening bij kunst. En zo is het ook eigenlijk in ons dagelijks leven, dat God die gaat jou trainen. Elke keer weer opnieuw. En als jij jezelf ook wil gaan trainen, in het kleine, dan zal je gaan zien dat je overmorgen in het grote ook getraind gaat worden. Want God die zegt eerst het kleine. God die wil niet eens het grote dat hij dat gaat doen. Ietsje pietsje. Het hele kleine. En als je dat hele kleine hebt gedaan, dan zegt God, wauw, super. Dat je dat hebt gehaald. En als je in het kleine getrouwd bent, dan zal je in het grote ook getrouwd zijn. Juist. Dus gewoon in die kleine dingen blijven, met die kleine dingen doorgaan. En train jezelf. En dan zal je gaan zien dat door het geloof een verandering in je leven gaat plaatsvinden. En dat in de naam van Jezus. Amen.